Hé, hey, goed lampje. Heerlijke plaat. Steelers ja. Wheel. Stak in the middle with you. Ja, in het begin hoorde het er echt bij. Dat was de opening die bij de originele plaat zat. Ja, ik dacht, dus, zit er nou een ander programma erin te mouwen? Nee. Op de, door een Amerikaan. Op de originele plaatversie daar begon die op deze manier. Dus ja. Ik denk, laten we dat maar origineel doen. Hè? Zo is het. Ja, jongens, waar zitten we dan? Zo. Ja. Nou. We hebben het telraam te pakken, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Want we gaan het weer hebben over de afgelopen wedstrijd. Ajax-NAC. Ajax-NAC. Maar we moesten eerst wat trappen betreden, Leon. Ja. Even wat wedstrijd traplopen. Ik heb er 140 geteld. Ja, niet normaal, man. Hadden jullie geen roltrappen? Nee. Nee, deze keer niet. Ik moet zeggen, de collega's... In het uitvak niet, nee. De collega's van NAC Live die in het stadion geweest waren, die... Had je het gevoel alsof je bij VND was, of niet? Ja, bijna wel. Ja. Ja. Of hoe heet dat, ware huis tegenwoordig? Ja, Hudson B. Je moet het tegenwoordig allemaal noemen. Dat je de neiging hebt om eerst een karretje te gaan halen. Ja, CNA, H&M, noem ze allemaal maar op. Ja. Maar jongens, wat was het? Wat was die slecht, hè? Ja, met name de tweede helft. Tweede helft men begon wel aardig, vond ik. Ja. Ze deden wel leuk mee. Ze kregen wel een paar kansen. Ja. Die er natuurlijk niet in gingen. Dat is natuurlijk weer op typisch NAC. Ja. Ja. En toen was die pingel... toen was het eigenlijk al gebeurd, hè? Ja. Maar zeg maar wat jullie willen. Gaan we eerst naar de samenvatting luisteren dat je naar de hand daarvan kunt praten? Of zeg je van, ik wil het er eerst even Weet je, wat ik dacht, dat Ajax die liet NAC een beetje voetballen in het begin. En daardoor kwam NAC ook wel voor de goal, maar we wisten natuurlijk de ballen niet binnen te knikken. Eerste kwartier was wel een aanvalsgolf van Ajax, hoor. Dat kan wel. Het was nog een bijkomen van al die trappen. Toen was ik back af. Ik was echt back af. Goeiedag. Oh ja, we hebben natuurlijk de eerste 10 minuten... Ik begin pas op een ander moment te tellen, zeg maar. Ik wou zeggen... Dus mijn eerste kwartier is al de eerste 25 minuten. In minuut 3, 6 en minuut 9 waren het toch aardig wat grote kansen. En een bal op de paal zelfs van Ajax. Toen was ik net uitgeheigd. Ja, toen had ik net het snot uit mijn ogen geschreven. Toen dacht ik bij mezelf, daar heeft deze 5-4-1 opstelling echt veel toe aan bijgedragen. Want laten we het daar eens over hebben. Ze begonnen met een 5-4-1 opstelling. Ja. Op zich, ja. Hè, het is wel iets wat goed had kunnen uitpakken. Ja, ik snap wel dat je aanpast tegen Ajax. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Maar moet je dat dan met 5 verdedigers en 4 middenvelders doen? Ja. Want we weten ook dat NAC altijd doelpunten tegen krijgt. Dus als je daar iets van gedaan wil krijgen, zul je in ieder geval moeten zorgen dat je 1 of 2 keer scoort. Ja, maar wat zegt dat 5 verdedigers? Feitelijk zijn het ook... Twee backs die eigenlijk ook een beetje middenvelder zijn. Dus. Ja, dat is klopt. Wordt wel heel druk op middenveld trouwens. Maar ja, dat klopt. Daar ben ik wel met je eens. Maar ja, uiteindelijk, de wedstrijd beschouwend, hebben die verdedigers het eigenlijk nog niet eens zo heel slecht gedaan. Nee. Ik vond het middenveld gewoon helemaal door de mand heen vallen. Ja, dat was het middenveld aan de beurt. Rosheuvel. Die viel echt door de mand, Die viel echt helemaal door de mand. Ella Lucci heeft werkelijk waar geen bal goed gemaakt. Die heeft alles ingeleverd bij de tegenstander. Ja. Vervolgens hebben we natuurlijk Lundqvist gehad, die zijn momentjes had, maar ook in grote delen van de wedstrijd. Ja, die doet mee in de malaise, Ja. Of Polonaise moet zeggen. In de Polonaise. Ik weet niet eens, Nijholt was de andere. Ja. Nou, die heeft zijn punten natuurlijk ook gescoord, want die was ook super slecht. En die was verantwoordelijk voor de vrije trappen waaruit... Ja. Uitgezoord, hè? Waaruit uiteindelijk die penalty kwam. En onze Fransoos die... Derviet. Tout la fromage. Een ant voor zijn hoofd. Ja. Probeer die. Een ant voor zijn hoofd. Een ant voor mijn hoofd. Stade sous video surveillance. Ja, kan ik dat laten zeggen. Ja, maar onze leraar Frans is zojuist binnengestapt. Tout la fromage. Ja. Dus die kan ons corrigeren als wij Stade sous video surveillance verkeerd uitspellen. Mijn opa zei altijd, c'est pas pour la pouce. Ja, wat ga je zeggen? Mijn opa zei, c'est pas pour la pouce. Dus je moet wat, hè? Maar ja, jongens... Filet Amerikaan. Filet Amerikaan. Ambulance de urine. portefeuille sur le trottoir. Pas de la calais, Ja. Zijn net papoele poes. Nee, dat is ook zo. Maar, er zit geen woord Frans tussen. Nee, er zit geen woord Frans tussen. Deze keer. Ik denk dat als wij examen zouden moeten doen bij Joep, dat we allemaal gezakt zijn. Waarschijnlijk wel, ja. Ik denk dat we dan als verjaardagscadeautje een rode pennek hadden. Ja, waren we gezakt op 1000, hè? Ja. Dat is waar. Jabiet aanbrengen. Ja. Maar is NAC ook gezakt? NAC is... Aan mij betreft wel.
Ja, NAC stond na de wedstrijd in de parkeergarage, zeg maar. Zo waren ze gezakt. Dat is onder het veld, hè. Dat is een grapje. Sorry. Maar gezakt. Ik had eerlijk gezegd dat ik 8-0 verwacht. Ja, dat valt daar wel mee. En die eerste helft, dankzij ook Ajax, hè, want die zet dan ook niet echt aan. En laat NAC eventjes het voetbal proberen te maken. Mm-hmm. Wat inhoudt, als Ajax het voetbal had gemaakt, hadden we de eerste helft al met 5-0 achtergestaan, denk ik. Ja. Dus een beetje dankzij Ajax. Maar je ziet niet heel tweede helft, gek uitloopt. Maken ze veel de verkeerde keuzes. Mm-hmm. Dat zie je. Mm-hmm. Ja. Je ziet steeds een moeilijke oplossing. Ja. Vaak. Ja. Je ziet ook dat het moeilijk is om een bal naar eenzelfde kleur te spelen. Ja, ja, daarom zei ik al, is hij en match... En met geluk krijg je hem terug. Ja. Is die match misschien kleurblind of zo? Ik weet ook niet. Nee, ik zou het niet weten. Deed hij Nee, zou kunnen, hè? Inderdaad. Als je de afgelopen wedstrijden van Mets bekijkt, inderdaad. Ja. Die heeft behoorlijk wat ongelukkige basis. Ja. Gewoon droevig van. Maar als gewoon een vrije bal, hè? Maar als je het in de basis even gewoon heel blank bekijkt, hè, dan heeft de verdediging het eigenlijk redelijk tot goed gedaan. Ja. Die wisten veel aanvallen van Ajax te onderscheppen. Ja. Vervolgens probeerden ze die bal op het middenveld in te leveren. Ja, en daar gaat fout. En daar was het gewoon fout. Dus dat betekent ook dat de verdediging geen rust kreeg. Kon niet aangesloten worden. Waren geen mogelijkheden voor de buitenspelers. Ja. En dan heb ik het in dit geval over niet Castanier, want die stond in de spits geposteerd. Maar Rosheuvel. En wie stond er links? Elalucci, denk ik, als ik het zo even pak. Die dan de diepte zou moeten pakken. Ja, ja, die hebben het geen van allen kunnen brengen. Omdat ze die bal gewoon niet bij zich konden halen. Hebben wij een speler in ons midden die dat wel zou kunnen doen? Ja, maar die was geblesseerd. Ja, klopt. Ja. Dat was tevreden. Die kon dat perfect natuurlijk. Want alle ballen op tevreden vasthouden, aansluiten en proberen vanuit die situatie wat te doen. En ik denk ook dat spelers zoals Lundqvist, dat prima spelers zijn om snel bij te sluiten. Ja. En je kunt eventueel... Ja, die heeft meer diepgang. Hè? En zo Paulo Fernandes. Ja, maar dat is niet echt een balvaste per definitie dat zo groot is. Nee, wel een hele aardige voetballer vind ik. Ja. Ja. Toch wel. Dat was Ilić bijvoorbeeld meer. Ja. Die kon de bal wat beter bij zich houden. Ja. Met Lundqvist vind ik het dat hij in principe best aardig wat techniek heeft. Maar toch op bepaalde momenten ook wel ziet dat hij de bal wat ver voor zich uitspeelt. Vaak in zijn aanname de bal 2 meter voor zich uitspeelt. Waardoor een tegenstander de mogelijkheid krijgt om ervoor te springen. Mm-hmm. Hij was trouwens aan de kapper geweest, hè, Lundqvist? Oh, dat zou kunnen. Ja. Hij had niet meer dat witte... De peroxide was uitgewerkt. Ja, uitgewerkt. Zat er niks meer in, joh. Kon hem niet meer terug herkennen. Ja, ik ook niet. Weer een nieuwsbrief. Ik moest even 5 minuten kijken. Wie is dat nou? Want Lundqvist blijkt Lundqvist te zijn. Dus hij dacht bij al die lichtpuntjes van die Ajax-spelers moet zorgen dat ik nou opval door een andere kleur. Hij moet opvallen door juist niks in zijn haren te doen. Ja. Heel goed. Kun je ook opvallen als die wel. Ja. Hey, 076 was er ook bij, hè? Ja. Ik ben wel benieuwd naar jullie verslag. Nou, dan gaan we het wel eens even herbeleven. Leuk. Ja, leuk, fijn. We dachten er nog maar in. Tolletjes. Nou, omdat er een beetje telraam was, heb ik een beetje speels. ik zou zeggen, we hebben een tweede radpol vandaag. Luister maar. Je luistert naar NAC Live. Overal en altijd 076 Radio. Terug hier in het stadion natuurlijk, Johan Cruijff Arena. Dus waar we zo meteen gaan voetballen. Ajax tegen NAC. De wedstrijd hier live, bijna helemaal integraal te volgen op 076radio.nl. We zijn inmiddels afgetrapt. Namelijk. Ja, we hebben afgetrapt met Lundqvist die de aftrap overigens nam. Maar een hele rare opstelling in principe. Anders dan je verwacht had. Met achterin van Arnold, Koch, Dervid natuurlijk. De man van Charleroi overgekomen. Palmer Brown speelt vandaag. En Gersbach aan de linkerkant. Daarvoor dan Elalucci en Nijholt. En voren een beetje Lundqvist met Castanier dan als diepste spits en Rosheuvel. Dat zijn de mannen die het vandaag moeten gaan doen. En natuurlijk vergeet ik dan Van Leer. Die overigens nog een Ajax verleden heeft. Dus wat dat betreft is hij misschien wel thuis hier in deze arena, in deze setting. Ajax vol in de aanval. Op zoek naar die openingstreffer. Ja, dat denk ik wel. Ajax overigens hield in 13 van de laatste 17 eredivisie-duels met NAC doe volledig schoon. In totaal behaalden de Amsterdammers al 50 clean sheets tegen NAC in competitieverband. En dat is een record voor Ajax tegen een specifieke tegenstander. Dat biedt niet echt heel veel hoop als je deze statistieken bekijkt. Lundqvist krijgt de bal een beetje met pech op zijn achterhoofd. Dan is het achterin. De licht die een keer de bal mag hebben. Zat Castanier wel bijna bij zich, Onana. Daar moet je toch wel op letten als keeper zijnde. Ja, Onana is ook niet in lekkere doen natuurlijk. Dat moeten we ook zeggen. Maar dan had Castanier bijna zijn voetje tegenaan gekregen. En op dat moment daar loert natuurlijk NAC op. Nu misschien ook weer. Tja, we hebben een VAR momentje eventjes gehad.
heel het allergevaarlijkste moment in deze wedstrijd. Pas voor NAC. Het had hij gewoon 0-1 moeten staan. Als Rosheuvel aan de rechterkant een keer de bal met een beetje geluk allemaal. Maar dat maakt niet uit. Wel goed voorgaf. Bal komt uiteindelijk dan voor bij Castaneda. Die staat helemaal vrij. Er staat echt helemaal niemand. En dan had die bal er gewoon ingemoeten. Daarna dan ook nog weglopen van Castaneda. Waarna die ook nog aangeraakt wordt. Maar die had ook zomaar eens een penalty kunnen krijgen. Ja, de VAR heeft gecheckt. En daar was uiteindelijk niks aan de hand. Maar het had 0-1 moeten zijn. En zo zie je dat als jij hier bij Ajax, de Achilleshiel, als je daarop gaat spelen, zeg maar, de achterhoede, dat is echt het zwakste gedeelte. Onana, die niet lekker in vorm is, met Blind, die niet altijd lekkere wedstrijden speelt. Daar moet je zijn. En dan kan je Ajax pijn doen. Maar niet als je achterin staat te voetballen en Ajax maar laat komen. Dan gebeurt er niks en dan ga je geen punten pakken. Ik zit trouwens dat penalty moment nog eens terug te kijken, hè, bij Castaner. Maar als ik dat zie, dan... Ja, had er ook zomaar zijn penalty voor NAC gegeven kunnen worden. Het is weer de voor Ajax referee, lijkt erop. Dan is de bal nu trouwens achter. Ja, dat was die. Zie echt die dat doet. Maar ik zat het even terug te kijken. Ga maar verder. Ja, ik had het al gelijk gezegd. Toen die muziek bezig was, zei ik al. Kijk maar hier. Hij gaat over het been. En hij zoekt het been niet op. Maar goed, we zullen ongetwijfeld in alle analyses nergens meer iets van terugzien of horen. Of in de samenvatting voorbij zien komen. Kersbach aan de linkerkant. Die heeft voor zich Mazraoui. Vindt El Alouchi. Op dit moment de mindere nakker met een aantal vrije ballen die hij zo inlevert. Nu weet hij hem toch terug te krijgen bij Kersbach. Komt de voorzet aan. Die komt daaruit bij Van Aanholt en die schiet op de goal. En als hij tussen de palen gaat, zit hij erin. En zien we nu met 32 minuten op de klok, horen we hier het publiek zijn onvrede uiten. Is het de tweede grote kans van NAC binnen 10 minuten. En tweemaal had hij er wel één gemogen. De ratbol van deze week. Nummer 1. Dat is goed gezien. We gaan even naar de VAR volgens mij. Ja, Oké, we gaan dus een VAR moment krijgen. Ja, dat is zo, want die bal die werd tegengehouden met de hand. En dat is het probleem nu. Onbegrijpelijk. Waarom doet hij zo, Kees Kwakman die tikt Malani naast. Van waarom doet hij zijn arm zo? Want er staat gewoon een man naast hem in de muur. Heel onbegrijpelijk. Dit is echt wel erg onhandig wat er nu gebeurt. Een penalty die totaal onnodig is. 37 minuten op de klok. En zien we nu dat Ajax een penalty gaat nemen. Ik weet eigenlijk niet hè? Heeft die gele kaart gekregen. Die ging er staat nog één man naast hem. En het is Tadić die nu achter de bal staat. De 38ste minuut van Leer. Nou, laat zien waarvoor je gehaald bent. Haal die penalty eruit. En hij zat in de goede hoek. Maar Ajax pakt de voorsprong. 1-0. En ja, we vrezen dan toch wel een klein beetje dat dit misschien net dat duwtje in de rug gaat zijn wat Ajax nodig heeft. NAC heeft heel, heel lang stand gehouden. De ratbol van deze week. Nummer 2. We zijn begonnen. Ja, we zijn weer begonnen, tweede helft. Ajax begint zoals we ook geëindigd zijn op de helft van NAC. Dan is het Ziyech, terwijl iedereen van NAC nu weer terug is. Bal in het strafschopgebied in één keer 2-0. Ja, daar gaat hij dan. En dan is het Dolberg. Dan heb je een spits natuurlijk in het elftal. En als je een spits in het elftal hebt, ja, die kunnen scoren. En die kunnen wel wat Tadić in de eerste helft dan middels de strafschop wel komen, verder niet. Die doet het eigenlijk heel mooi. De ratbol van deze week. Nummer 3. Nou, dan komt corner nummer 11 aan, omdat die bal via been van Nijholt over de achterlijn gaat. Nou, bal gaat uitdraaien. Dan niemand daar bij de tweede paal. Dan gaat hij ook tegen de paal aan. Ik snap dat nog steeds niet. Dat was vorig seizoen ook, dat er niemand bij de palen staat. Dat schijnt niemand te willen. Dan gaat hij nu wel. En ja, 3-0. Via Fico inderdaad, dan gaat het hard. Ik denk dat het hard op gaat lopen nu. En NAC, dat loopt alleen maar achter de feiten aan. De ratbol van deze week. Nummer 4. De jongen, laten we nog even Jezus meenemen. Ziyech dan. Ziyech gaat lopen. Ziyech nog steeds. Die wil ook heel graag zelf schiet. Dan zit Van Leer daartussen. Tweede bal is dan voor Ajax. Dan is de goal daar. Tadić. En dat is 4-0. Ja, zo makkelijk kan het gaan. 24 minuten moeten we hier nog verder. Het is Van Leer die Tadić de bal geeft. En laten we maar lekker even wat muziek gaan luisteren. De ratbol van deze week. Nummer 5. Voorzetje, die wordt weggekopt door Palmer Brown en kan denk ik opgepakt worden door Lundqvist wilde ik zeggen, maar die verliest hem alweer. Ziyech die nu gaat schieten en via een richting veranderende bal, denk van het been van Palmer Brown en dan zit ook alles mee voor Ajax. 5-0 in de 71ste minuut, galmt hier nu het 10-10 van de tribunes af. De tribunes die net wakker zijn geworden, we hebben ze de hele wedstrijd niet gehoord, maar net na die 4-0 ging toch iedereen er heel even, terwijl we tot 30 seconden achter staan. En het begint nu echt een complete afslachting te worden hier. Met 3 minuten extra tijd trouwens, die ook weer in zijn gegaan, zo te zien. Er zit inderdaad 11 seconden extra tijd. Gaat er nu de goal van? Ja, nee! Onana pakt het nog. Oh, oh, oh! Dat is er bijna ingegaan als Lundqvist daar die bal pakte. Ja, dat mag het ook niet, hè. Maar goed, ja, liever dat we volgende week zo'n goaltje wel pakken. Groningen die komen volgende week naar Breda op de koffie. Maar die wordt wel cruciaal, denk ik, die wedstrijd. Ga je het ook niet winnen, of misschien zelfs verliezen. Nou, je moet eigenlijk zelf winnen, is wel mijn conclusie. Want daarna moet je uit naar Vitesse en uit naar PSV. Dus dan weet je dat de wedstrijd die erop volgende kans op punten minimaal is.
Op 076 Radio volg je live de verrichtingen van NAC Breda. Via internet op www.076radio.nl. Ben je niet in de gelegenheid om via internet te beluisteren? 076 Radio zet het signaal 1-op-1 door naar Breda nu. Blijf hem opzetten, hè. Blijf hem opzetten. En als u denkt, waar is dat opzetten voor nodig? Nou, dat is natuurlijk Adrie die weer binnenkomt en vreselijk positief getooid is met zijn parel van het Zuidenmuts. Dus volhouden, jongen. Ja, blijft hem volhouden. Dat zijn de echte NAC-supporters. Zo zou ik het bijna willen zeggen. Zo is het. Ja, jongens. Het was telraampje. Ja, dat werd het wel op een gegeven moment. Ja. Ja. Nou, ik vond het wel terecht trouwens, hoor. Ik denk dat was de Joost van Barry die het zei in het verslag. Het Ajax-publiek, wat eigenlijk pas bij de 4-0 pas dat was eigenlijk wel een heel beetje passief, zo. Barry, ja. Ja. Oh, man. En wat ook opviel was dat daar helemaal niet vol zat. Nee. Nou, wil ik dus ja. Oh, hey, yo, ja. Jury. Ja. Vertel nou, eens. Wij hebben daar toch weer iets gezien, Marcel. Jij was er ook getuige van. Oh, ja, vertel. Je zit daar dus na 200.000 trappen, kom je helemaal bovenaan in die frietpan aan. Je zit daar in het dak. Dus kijk je dat uitvak naast die plexiglaswand. Daar zitten niet zo heel veel mensen. Vrij veel lege plekken. En er zitten daar, een beetje bovenin, zitten daar vier kinderen op een rij te kijken naar een voetbalwedstrijd. Komt daar dus op een gegeven moment een man naar boven. Jij weet waar ik het over heb. Komt daar een man naar boven. Ik denk een jaartje of 45 met een kaartje in zijn hand. Drukzoekend naar rijnummer, weet ik veel. Stoelnummer, huppelepup. Die constateert op een gegeven moment dat een van die vier kinderen daar op een rijtje op zijn stoel zit. Met nogmaals eromheen, ik denk nog een 80 lege plekken. Ja, waar die makkelijk had kunnen zitten. En die gaat dus voor die rij met kinderen staan. En die wijst dan pedant met dat kaartje omhoog van jongens... Jullie zitten op mijn plek. Die wou dus uiteindelijk wou die dus dat plekje inpikken van een van die kinderen die daar dus zat. En ook helemaal niemand die daarop ingreep. Totdat uiteindelijk de nakkers vanuit het uitvak zich mee gingen bemoeien. Ja, ja, ja. En hij zich toch wel degelijk realiseerde dat hij toch vrij kansloos bezig was. En besloot er maar een andere plek uit te zoeken. Maar daar wil ik toch bij deze even benadrukken. Wat haal je dan in je hoofd? Als je dan, weet je gaat dan weg van huis. Hè? Je kan kiezen, ik ga naar de bowling of naar Ajax. Nou, dan kies je voor Ajax. Dan kom je eraan. Oké, ik snap. Hè? Jij mag wel met de roltrap, wij niet. Ja. Wij zijn nog helder van geest. Jij dus blijkbaar niet. En dan besluit je op een gegeven moment om dus zo'n groepje met kinderen weg te sturen. Omdat je daar wil gaan zitten. Dat is heel erg, ja. Maar heel dat stadion zit zo vol. Ja, ja. Met theaterpubliek. Ja, wij komen daar stappen uit op een parkeerplaats. Ook samen met Ajax-ide. Ja. Nou, haal nog net niet de picknickman eruit. Want die komt natuurlijk helemaal uit Margraten. En, uit heel Den Londen. Ja, Stadskanaal en zo. Daar komen ze allemaal vandaan. Om daar een heel dagje uit te gaan met de kinderen. En dan het lunchpakketje op. Wikkie, sapje en zo. Dan is het heel erg dat je volwassen mannen ziet in een Ajax-shirt. Ja. Oh ja, volle auto's. Allemaal Ajax-shirtje aan. Allemaal die 40ers. Oh, de commissiale moet ik even noemen. Ja, maar en dan ook nog met een auto, een kentekenplaat met een auto die uit Eindhoven komt. Hè? En volle Ajax-shirtjes. En die gaan we dan naar A2 richting Eindhoven, weet je wel. Oh, die jongens die bij ons bij dat parkeer... Want dan moet je bij zo'n hokje zo'n kaart halen om te kunnen parkeren, weet je wel. En dan staat er dus achter jou staan er dus vier mannen van in de 35. En, en die hebben dus allemaal een Ajax-shirt aan, een Ajax-sjaaltje om. En dan denk je, waarin geen auto gelaten dan, zeg je. En dan denk je, maar jongen... Onvervalst Amsterdam. Je hebt ze toch niet alle 24 in hetzelfde kratje op het moment dat je zo toch naar je voetbal toe gaat. Kom op, zeg, jongen toch. Ach, ga lekker naar Roda. Kortom, support je local team. Ja. Wees in Amsterdam, wees aan de basis. Hier zag je, wij zijn echt Amsterdammers daar. Hier. Amsterdam is meestaat, ja. Ja, echt. Ben ik zo ook eens in de metro tegengekomen. Oh, tenenkrommend. Nou, ben blij dat... Ik sta liever onderaan met NAC, hè, zo. Ja, en ik ook. Dat ik me daar met dat soort gasten in de stadion moet zitten. Dat is gewoon iedere week daar. Wekelijks. Ja, dat vinden ze normaal. Ja. Ik zie de uitvinders van het voetbal. Hè? Zo zien ze zichzelf. Zo lekker houdt, hè. Ja, zo zijn ze. Maar het was weer een middagje heerlijk relativeren. Ja, het was goed weer. Ja, het was goed weer. We hebben genoten van het zonnetje. Ook dat. Dat had niet te klaar gehad. En de commissialen. We kwamen een commissiaal tegen. Ja. En we hebben zelfs mensen gezien die ook aan daadwerkelijk dat sjaaltje hadden. Ja, die hebben we in levende lijven gezien. Mensen die een zo'n sjaal aan hebben. Hè, de combisjaal is dus een sjaaltje waar dus zowel de rood-witte kleuren van Ajax en Amsterdam erop. En aan de andere kant is dan geel-zwart met nakbril, dit en dat. En,
Ja, dat zijn dus mensen die bij dat Heerenveen, en bij Heerenveen deed ze ook al. Ja, die ja, daar heb ik er nog een paar van liggen zelfs. Ja, dan zijn, oh, dat ja, mensen niet hard op zeggen, hè? Dat mensen dat ook kopen, hè? Dat ja, dan, dus wat, hè? Er zijn dus mensen die dingen kopen, hè? Die zijn er. Dan kom je Diemen Zuid en dan koop je een sjaal en dan staat ook nog eens nak op of zo. Wat heb je eraan? Ga je die ooit nog aantrekken? Nee, toch? Dat is toch raar? Nee, ik vind het sowieso vreemd. Mensen vinden dat normaal daar. Dat is toch raar? Ja. Nou, ja, zonder blik of blozen, hè? Dat is, we kwamen echt op een andere planeet daar. Ja. Ja. Ja, maar goed. Dat was dus het noodzakelijke wedstrijd, zeg maar, die we ja, één keer per jaar moet je die spelen. Ja, ik vraag me af hoe lang ik nog die trappen op kan. Maar goed. Nou, jonge Ajax doet het ook nog goed, hè? Nou, jongen! Ja, we gingen die trappen maar op. We reden wel over de snelweg, dan zagen we daar de toekomst van jongens. Hè? Kijk eens, volgend jaar, hè? Ja. Ja. Ja, nou, ja, wie weet weten we de dans nog te ontspringen. Maar ja, nou, in ieder geval, het spel heeft, de uitslag heeft dat deed als vermoeden. Ja. Dus, maar we hebben wel, om even afsluitend te zeggen, we hebben toch wel een soort van aanknopingspunten gezien. Ja, lichtpuntjes. Ja, ja. Eerst zelf, hè? Eerst zelf. Ja. Wij dachten, hebben we aanknopingspunten gezien of hebben we opknopingspunten gezien? Het laatste half uur van de eerste helft. Dat was, was aardig. Ja, ja, toch. Daar houden we maar aan vast, denk ik. Ja. Ja. Ik denk als ze nou één verdediger minder opstellen, daardoor de middenveld een klein beetje versturen en één manneke extra voor inzetten, dus gewoon lekker 4-4-2 gaan voetballen. Ja, dat roept wel. Dan moet het volgens mij een stukje beter komen. Dan heb je kans dat je ook nog eens een keer voorin iets teweeg kan brengen. Ja, juist. Klopt. En hopen dat tevreden mogelijk of kan spelen of nog een mogelijke invalbeurt kan maken. Want dit is toch wel een belangrijke jongen. Blijkt wel. Een belangrijke pion. Ja. Inderdaad. Nou. Hebben we nog muziek, Sander? Nou, we gaan eerst op verzoek even een reclameboodschap gaan we doen. Oh. En dan, dan komen we zo meteen weer terug. Hey, hallo, Tante Nel hier. Aanstaande zaterdag 23 februari om 1 uur, dan is er Sanseveria Radio met Jean-Jé, Tommy Lips en ikzelf. En je kan ons ook online volgen. Nou, we zien je dan en horen je dan. Tot 23 februari. Hey, ik sta droog. Ga eens bier halen. Je luistert naar NAKPRAAT. Met Leon Dekkers, Marcel van Es en Sander Waasdorp. Je hoort informatie en krijgt het laatste nieuws over NAK bij NAKPRAAT. Via Breda Nu op 107.3 FM, 92.9 op de kabel en via bredanu.nl. NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door CJ Soundservice.